Hallo mensen, ik ben weer terug. Zoals elke 10 keer geleden dat ik zei dat ik wegging en daarna weer terug was. Ik ga Anonymous Messages spelen. Weer een horror game. Jullie willen me natuurlijk zien huilen en springen en schreeuwen. Dus ja, daar gaan we weer. Messages, heartbeat rate. Oh, ik had geen eens tijd om het te lezen. Dit is weer zo'n spel waar... If wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, nothing is lost. If mind is lost, everything is lost. Nou, dan zijn we nu al verloren. Maar goed, dit is weer zo'n spel... waar je midden in een bos spawnt en dan moet je... denk ik, dingen vinden. Oh nee. En ik kan er echt niet tegen. What did you do that? You should have stopped. Waarvoor? Zijn dat mensen? Nee, dat zijn grafstenen. Ik heb geen idee wat voor spel dit is. Ik heb het gewoon gevonden ergens op internet. Het is een browser game, dus als ik het niet vergeet, stop ik wel de link in de beschrijving. Ik heb geen idee waar het over gaat, wat je moet doen. Dus ik ga maar op de sterretjes af. You've made everyone hate you. Wat? Even de closest van... Nou, waarschijnlijk kan die... Oh mijn god, wat was dat? Waarschijnlijk kan die developer van gemeente Engels. Maar ja, ik ben dus terug. Godverdomme. Schrik me te tegen. En ik ga proberen... ja, ik ga dus nu in het Nederlands. Vorige keer zei ik, ja, ik ga Engels. Maar het lijkt me denk ik slimmer om eerst... What the fuck? Om eerst in het Nederlands te beginnen. En dan, wanneer de tijd rijp is, hoe ze dat ook zeggen. Ja, ga weg. Jezus, oh, ik ben dood. Wat moet ik doen? Oh, ik moet horloges vinden of zo. Wat er linksboven staat. Ik kan niet verder. Oh. Ja, het zal... Maar, oh, ik heb een flashlight. Ja, jezus. Als ik dat nou eerder wist... Ben jij een monster? Nee. Maar ik ga dus gewoon... Dus als ik mijn ding uitzet... Nee. Ik ga gewoon Nederlands... want ja, in het Engels heb je soms van die woorden... die je normaal nooit gebruikt, maar dat je dat wel in het spel ziet. En dan... Moet je helemaal naar Google vertalen en zo. Dat is fucking irritant. Dus je kan beter gewoon Nederlands beginnen om een beetje beter te worden. En zo. En wat is dit? Are you sure? Oh, ik heb nu 2 van die dingen. Waar was de eerste dan? Oh, die dingen zitten bij de sterretjes. Ik moet ze allemaal hebben en niet doodgaan. En ik ga al dood. Ik weet niet waardoor, maar... Oh, die is wel vijandig. Zit er iets achter me aan? Nee. Oh, ik moet niet te dichtbij ze komen. Of nu heb ik 2 dingen en dan zijn ze... Denk dat ik het begin te snappen. Maar ja, oh ja, facecam. Ik ga wel facecam doen. Ik ben nog even aan het kijken. Ik heb hier naast me wel... Ik probeerde net facecam op te nemen, maar ik ben er aan het kijken met de hoogte en zo van de camera. Dat is erg belangrijk. Ja, en ik heb een nieuwe telefoon die ga ik gebruiken voor facecam. Dat is de Nexus 5, by the way. Alleen, die is zo groot dat ik stopte hem net in mijn tripod. Hoe heet dat in Nederland? Statief. En... fuck. Alleen, oh, ik heb er nu 3. Ja. Wat, waarom ga ik steeds... Alleen, die is zo groot, dat ding ligt nu in stukken. Wat? Ik was niet eens in de buurt van die fucking boom. Wat slaat het om? Maar goed, ik ga nog even een ding kopen dat die... Gewoon een nieuwe... statief. Zodat ik ook facecam kan doen. Dat jullie mijn lelijke gezicht kunnen zien in deze video's. Me kunnen zien schrikken. Ik ga niet alleen maar let's plays doen. Ik wil wel, net als vroeger,
Net als die GTA 5 show. Dingen doen. Wanneer ik praat. Over dingen. Over spellen. En zo. Oh ja, en de banner moet ik nog veranderen. Want die is nog in het Engels. En ik weet niet of ik het op M-gaming ga laten. Misschien ga ik het anders noemen. En ik ben alweer bijna dood. Terwijl niks me aanraakt of zo. En ik zoek sterretjes. Oh ja, gelukkig nieuwjaar nog. Beetje laat nog. Oh, ik kan springen. Wat gebeurt er dan als ik in die fontein ga bijvoorbeeld? Hey, is dat voor sterretjes? That cursed machine, I wish you didn't create it. Wie wat waar? Wie created the cursed machine? What the fuck? Ik ga nu alweer dood. Oké. Ik heb geen idee waar het spel over gaat. En het kan mij niet zoveel schelen ook. Ik ga zo even een video opnemen van wat Rockstar Games maakt van GTA 5 als je onder een steen leeft. Dit jaar mee gaan komen. Kijk, ik ben toch niet eens in de buurt van hem. Waarom ga ik dan bijna dood? Ik denk dat ik even moet stilstaan, want mijn heart rate is 300. Ik hoop niet dat het... Ja, het werkt niet. Dan ga ik dood. Oké, ik heb geen idee waar dit spel over gaat. Oké, dit wordt wel de laatste keer dat ik het even ga spelen. Dit moet een horrorspel zijn. Nou, zo eng vind ik het niet. Oh, ze praten. Ja, ik heb mijn koptelefoon... om mijn nek en niet echt om mijn oren. En maar hij doet nu nog niks, want ik heb één. Wat dat ook zijn. Volgens mij zijn het walkie-talkies of geluidsrecorders of zo. Geen idee. In ieder geval een heel raar spel. Ze maakt in de Unity engine. Ja, pak hem op. Vanaf nu gaan die bomen me aanvallen ofzo. Waarom weet ik niet. Ik vind het wel jammer trouwens dat ik niet mijn PlayStation op kon nemen. Ik heb laatst de laagste vers gekocht en helemaal uitgespeeld en zo. En what the fuck? Ik ben toch. Oké, maar goed. Bedankt voor het kijken in ieder geval. Ik ga wel verder met mijn verhaal. Maar andere video denk ik. En ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Binnenkort komt de facecam. En dan wordt het allemaal veel beter en zo. En ja. Het kanaal gaat nog wat veranderen. En beter worden. En dan ga ik wel lekker video's maken. Voor jullie. En voor mijzelf. Dan wordt het weer helemaal te gek. En ik doe nu mijn raam dicht, want ik vries dood. Bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie weer de volgende keer.